Zoals aangekondigd ga ik jullie laten zien hoe de Love Treats kit eruit ziet. En ga ik er ook een alternatief mee maken. Nou, de kits, de creatieve kits, zijn hartstikke leuke. Nou, eigenlijk kun je, het is een cadeautje voor een ander, maar ook een cadeautje voor jezelf. Is superleuk om daar mee aan de slag te gaan. Er zit van alles in. Ik heb hem al natuurlijk open gehad. En, want ik heb de voorbeelden gemaakt om zo meteen aan jullie te laten zien. Maar ik dacht, ik laat ook nog even zien hoe je dan die kit krijgt. Nou, zo dus, met plastic eromheen. Nou, dan doe je hem open. Ta-ta-ta-ta-ta. En dan heb je daar de werkbeschrijving. De werkbeschrijving is altijd handig, want die geeft precies aan waar je wat moet plakken en hoe je dingen moet vouwen. Dus als je die openvouwt, dan zie je dat ook. En je ziet hier dus wat je moet doen. Hè. Hier staat het stempelblokje, hier is een stempel. Dus het stempelblokje op de stempel en die doe je dan op het flapje. Nou, zo gaat het allemaal. Werkt die dat allemaal af? Nou, wat zit er nou in deze specifieke kit? En ik vond het echt zo frappant. Ik had deze kit gekozen om vandaag te laten zien. En gisteravond hadden we een kerstfeest. En daarbij was een pubquiz. En een van de vragen was of we wisten in welke maand de meeste verlovingen zijn. Nou, ik schatte februari, want ja, ik dacht, en met mij nog heel veel anderen riepen februari. Maar het is dus de maand december. Dus hoe leuk is dat dan? Kijk nou, als je nou iemand hoort die deze maand ten huwelijk wordt gevraagd, dan is dit een superleuk cadeautje, want ik ga je zo meteen laten zien wat het is. Maar het is natuurlijk ook nog, je kunt ook nog veel andere leuke dingen gebruiken. Zoals gezegd, je doet hem open en dan zie je dus eerst de werkbeschrijving en dan krijg je de hele inhoud. Wat ik altijd doe, is de stempelset stempelen. Om te kijken welke stempels erin zitten. De stempelset zitten, het zijn allemaal fotopolymeer stempels. Dus je kunt er doorheen kijken. Ze zitten natuurlijk netjes op zo'n van die plastic plaatjes. Maar ik vind het fijn om ze gewoon even te stempelen. Met de kleur die je erbij krijgt. Kijk, want je krijgt zo'n heel klein inktspotje erbij. Meestal is dat een andere kleur. Hè? Dus elke maand of tenminste elke kit heeft een andere kleur. Dus die zijn ook heel leuk als je nog niet heel veel inktkleuren hebt, is dit leuk om ook je assortiment op te bouwen. En dan stempel ik dus alle stempeltjes. Nou, zoals je ziet hier heb je een soort van puntje, enveloppuntje met bloemetjes, hartjes en blaadjes. Er zitten twee schattige hartjes in, twee cirkels, eentje met XO, XO, XO. Hè? Dus dat is hugs en kisses, hugs en kisses, hugs en kisses enzovoort. En hier zie je iets van takjes met bloemetjes ertussen, ook heel schattig. En dan de teksten, thank you for celebrating with us, love is sweet and joy a treat, hugs and kisses, be my valentine and love. Nou, dat zijn de teksten die erbij zitten. Betekent dus dat je in deze kit 10 stempels krijgt. En je krijgt dus dit leuke kleine inktspotje, zoals dat zo mooi heet. Daarnaast zit er ook altijd een blok in. Heel fijn, als je nog niet heel veel blokken hebt, dan ook met dit bouw je dan ook gelijk een heel assortiment aan blokken op. Het is maat D en dat is eigenlijk de maat waarop de meeste, stempels van Stampin' Up! Op passen. Dus dat is heel fijn om die te hebben. En daarnaast zit er natuurlijk al het materiaal in om die leuke dingetjes te maken. Nou, in dit geval zaten er 20 van dit soort envelopjesachtige dingetjes in. Dus die ga ik zo meteen laten zien hoe je dat doet. Er zat een stickervel in met petal pink soort sluitzegeltjes, waszegeltjes. Ook 20 stuks. Ook diezelfde in soft succulents. Dus ze zijn 20, maar ik heb natuurlijk al wat gebruikt om dingen te maken. Dus, maar je hebt er dus 20. En dan heb je hier ook nog eens van elk 20 een wit rondje met daarin een soft succulent hart. Daar heb je de 20 van en een witte cirkel met een petal pink hart erin. Daar heb je er ook 20. Nou, hier zitten dan al die stempeltjes gewoon netjes tussen. Oh, waar is het?
Je blijft. Zo, hier doe je dan al je stempeltjes weer op. Even kijken of je dat een beetje kunt zien. Oh, als ik het zo op de achterkant van de kaart laat zien, dan kun je dat zien. Kijk, zie je, dan kun je dan netjes de stempeltjes weer opplakken. En dan heb je dit allemaal over. Nou heb ik zitten kijken. Als je de kit maakt, dan hou je dus ook nog van deze leuke hartjes hou je over. En ook van die sluitzegeltjes hou je over. De doosjes die gaan op als je de 20 maakt. Maar je hebt dus een aantal dingen over. En wat je altijd dus overhoudt nadat je zo'n kit hebt gebruikt, zijn de stempels en dat inkpetje en het blok. Nou. Heel leuk. Nou, ik ga eens even laten zien wat je ermee kan maken en hoe je het dan ook maakt. Want ik heb ook nog een klein beetje zitten, zelf ook een beetje zitten pielen, zeg maar, hoe het in elkaar moest. Maar uiteindelijk is het gelukt. Nou, wat maak je? Van deze platgevouwen dingetjes kun je doosjes maken. En in die doosjes kun je natuurlijk een verrassing stoppen. De mijne zijn inmiddels dichtgeplakt met dat zegeltje. Dus ik heb er niks in gedaan. Maar deze zijn even voor de show. Maar ik ga zo meteen laten zien hoe je dat dan doet. Er was één dingetje wat ik niet goed gedaan heb. En misschien kunnen jullie dat zien. Misschien ook niet. Er zitten twee verschillende flapjes aan. Eén met de driehoek en één met het labeltje wat in dat driehoekje, in dat slitje hier past. En nu zie je dat ik eigenlijk deze tekst, thank you for celebrating with us, eigenlijk aan deze kant had moeten stempelen. En ook nog eens een keer volgens mij andersom. Nou ja, goed. Dat heb ik niet helemaal goed gedaan. Ik zat niet goed op te letten. Dat doe ik ook wel eens niet, hè. Goed opletten. Nou, dit ga ik even laten zien hoe je dit dan in elkaar zet. En ik had natuurlijk beloofd dat ik ook nog wat anders mee zou maken. Zodat je ook kunt zien dat je ook nog naast dit er andere leuke dingen mee kunt maken. Nou, dit zijn dus de vier verschillende doosjes. Ik heb ze gemaakt exact zoals ze hier in de voorbeelden staan. En je ziet ook dat deze, die Hugs and Kisses, is deze geworden. Dit is de Thank You, de Be My Valentine en dan Love is a Sweet. Zo, deze vier, die zie je nu hier ook liggen. Ik heb ze echt gewoon zo gemaakt zoals ze bedoeld zijn. Ik leg deze even aan de kant. En dan de voorbeeld ook aan de kant. En dan ga ik je het doosje laten zien. Nou, wat kun je daar dus allemaal mee? Je kunt dus op die flapjes kun je stempelen. Er zit een hele mooie bloemstempel in. En die zal ik even pakken. Deze hoekstempel zit erin. En die kun je natuurlijk heel makkelijk hier op deze buitenflappen stempelen. Dus dat ga ik ook doen. En dat doe ik wel even met een matje eronder. Want het is altijd fijn, hè, als je gaat stempelen met fotopolymeerstempels, om er een matje onder te leggen. Ik heb even voor de snelheid mijn grote basic grade erbij gepakt. Hè. Dus die, je krijgt bij de kits deze basic grade, die kleintje. Maar ik dacht voor de snelheid pak ik even mijn grote erbij. En ik dacht dat ik jullie maar even die een met van die bloemen gaan laten zien. En ik denk dat ik deze even doe. Want daar ben ik zelf maar een klein beetje mee in de fout gegaan met die. En dat was de thank you. Dat is deze. En wat ik dus niet helemaal goed had gedaan. Ik had de thank you op het verkeerde flapje gestempeld. Dus als ik hiernaar kijk. Kun je het zien? Ja, denk het wel. Als ik hem zo meteen hierbij leg. Als ik hem omdraai. Dan heb ik dus dat puntige flapje aan de onderkant en zo, en dat ligt hier ook aan de onderkant. En aan die onderkant doe ik dus de bloemetjes. Wat ik gedaan heb met de bloemetjes, die heb ik op een wat langer blok gezet. Maar dat is omdat ik dat makkelijker vond voor het project wat ik straks ga maken. Maar hij past dus ook gewoon prima op die op dat D-blok. Op het blok wat erbij zit, zie je? Maar ik heb hem dus even op een wat langer blok gezet, omdat ik dat voor mijn volgende project makkelijker vond. Nou, dan ga ik dus die bloemetjes hier op die puntige flap stempelen. Oh, ik zit er slecht voor en er zit een draadje. Even kijken hoor.
1, 2. Zo dan. En dan doe je hem erop en hou je hem netjes vast. Kijk, en dan zitten daar je bloemetjes. Dan draai je hem een kwartslag. En dan is het, als ik deze volg, gaan we daar de tekst thank you. Waar heb ik mijn tekst gelaten? Nou, die lag net ergens hier. Nou, ik ben nog niet verleerd. Oh, daar. Kijk. Thank you for celebrating with us. Nou, dat is natuurlijk superleuk als je een trouwen hebt of iets anders leuks. Er zijn nog veel meer dingen met deze doosje te doen natuurlijk. Maar je moet gewoon even goed kijken ook wat erin kan. Ik dacht toen ik ze kocht, of tenminste toen ik dit pakket aanschafte, dacht van nou, er kunnen waarschijnlijk ook wel giftcards in. Maar dat kan dus niet. Er passen geen giftcards in. Als ik nou even kijk hoe ik die tekst moet stempelen, dan draai ik hem even om met dat flippertje naar beneden. En dan zie je, en dat is handig als ik de tekst zo hoog mogelijk stempel. Dus zo hoog mogelijk naar boven dat insteek dingetje, zeg maar. Zo. Thank you for celebrating with us. Nou, en dan is het stempelen klaar. En hetgeen wat ik dus nu moet gaan doen, is ervoor zorgen dat ik hem in elkaar ga zetten. Nou, wat je als eerste gaat doen, is je gaat natuurlijk ervoor zorgen dat eerst je al de vouwlijnen goed aanduwt met het vouwbeen. Het zijn best wel heel veel vouwlijnen. Maar je ziet zo meteen wel hoe het in elkaar past. Dus dan maakt het allemaal ook wel een klein beetje duidelijk hoe het zit. Deze ook nog. En deze. Zo. Deze kant nog. Het is echt een leuke set. En 12 van die doosjes. Of 20 van die doosjes. Nou, dan kan je voorlopig even vooruit. Je ziet nu eigenlijk alleen maar een soort van ja, open envelop. Dan heb je hier van die lange flapjes. En als je die naar binnen brengt, dan zit daar een snijlijntje in. En die vallen dus precies in elkaar. Dus dat is heel fijn. Dan kun je dat gewoon in elkaar klikken. Dus je hoeft ze niet te lijmen. Zo. En dan die ander ook er op die manier in. Even goed kijken hoe dat goed past. Zo. Eén. En de ander. Het moet even netjes over elkaar heen vallen. Hop. Zo. Kijk, en dan sluit hij dus heel mooi door middel van die flapjes. Het volgende wat je doet, is je sluit deze twee. Die haken keurig zo in elkaar. Nou ja, en dan kun je er dus van alles in leggen. Tony Chocolonisch, denk ik. Die past er wel in. Je kunt natuurlijk van die mignonettes inleggen. Even kijken wat ik hier heb liggen. Erin. Die zijn natuurlijk leuk. Dat zijn die Milka of die mignonettes, hè? Die passen erin. Tony Chocoloni past erin. Nou kijk, gewoon allemaal lekkere dingetjes passen erin. Dus er passen veel dingetjes, veel lekkere zakjes in. Als je een kindertractatie van zou maken, dan zo'n klein zakje Haribo gaat ook vast erin. Nou, en dan haak je die dus gewoon zo weer met z'n tweeën in elkaar. En het enige wat je dus nu nog hoeft te doen, is ervoor te zorgen dat dat ronde lipje hier in dat gesneden, voorgesneden vakje gaat. Zo. En dan zit hij dus keurig dicht. Nou, en wat ze dan nog aangeven, is dat je dan zo'n leuk sluitzegel erop doet. Wat heb ik hier weer terug gedaan in de doos. Ja. Heb ik ze ergens neergelegd. Als het goed is, heb ik ze ergens neergelegd. Ja, ja. Heb ik mijn sluitzegeltjes. Hier. Die kleine sluitzegeltjes. En het is grappig, want het heeft dus echt ook de vorm van zo'n lak. Van zo'n lakzegel. Ik weet niet of je dat goed kan zien. Maar als ik er één afhaal. Nou, kom.
dan zie je dat hij de vorm heeft, zeg maar, van zo'n echte waslaklabel. Nou, als je hem dan er netjes opplakt, zo, kijk, dan ziet hij netjes. Terwijl ik hem hier een beetje verkeerd had gedaan. En je ziet dus, omdat ik hem hier nu netjes op dat puntje heb gestempeld, in plaats van op dat andere dingetje, dat het beter gaat. Dus je moet het echt wel toch kijken naar hoe die in elkaar zit. Nou, zo kun je dus al die doosjes maken. Zijn natuurlijk super leuk. Ik vind ze echt schattig. Wat ik zei, je kunt natuurlijk veel meer dingetjes mee maken. Ik kan me ook zo voorstellen dat je op een gegeven moment denkt van, ik ga doosje kleuren. Hè, dat kan je met je blends doen. Kun je natuurlijk met je blending brushes kun je ze kleuren. Er zijn allerlei leuke mogelijkheden om deze doosjes je eigen te maken. Maar je kunt natuurlijk ook nog meer doen. Ik heb een heel klein beetje van tevoren alvast wat zitten maken. En nou, dat wilde ik graag even met jullie delen, omdat ik dat toch ook leuk vond. In eerste instantie dacht ik, als ik nou deze stempel pak en al die kleine dingetjes ga kleuren met mijn markers. Dat is altijd leuk, want dan krijg je dus in de stempel allerlei verschillende kleuren. Alleen, dat lukte niet zo heel erg goed. Dus ik dacht, nou, dat moet ik maar gewoon, dat idee moet ik maar gewoon even aan de kant zetten. Dus ik heb een ander idee bedacht. En dat heb ik een beetje uit zitten proberen. Dus ik ga je ook de maten geven. Ik heb een rechthoek gesneden. En die is 6 bij 7,5 centimeter. Nou, wat heb ik nou gedaan? Ik ga even de tegengestelde kleur maken dan degene die ik als voorbeeld heb. Die ga ik lekker nog niet laten zien. Maar dan zien jullie straks het verschil. Ik ga de bloemetjes stempelen met de kleur Soft Succulent. Soft Succulent en Petal Pink zijn de kleuren die in deze kit voorkomen. Dit is de Petal Pink. En dit is de Soft Succulent. Dus ik heb het daar even bij gehouden. Ik vind het altijd makkelijk als ik iets nieuws heb. Dat ik toch een beetje kijk naar het voorbeeld. En kijk even van, nou ja, hoe kan ik daarmee spelen? Nou, wat ik ga doen is ik ga aan alle vier de zijdes ga ik deze stempel stempelen. Nou, dan hoop ik dat het natuurlijk gewoon allemaal goed gaat. Ik begin onderaan. En dan zie je dat ik het bloemetje en het hartje, dus links en rechts, zo dicht mogelijk tegen de rand zet. Zo. Dat doe ik hetzelfde aan de andere kant. Dus ook hier het hartje en het bloemetje zo dicht mogelijk tegen de rand. Nou, dan heb ik daar nog zo'n groot gat in het midden. Nou, dat ga ik dus nu vullen, ook weer. Maar ik zorg ervoor dat het dus niet over elkaar heen valt. Dus ik probeer het hartje tegen het bloemetje aan te zetten en het bloemetje tegen het hartje. Zo. En dat doe ik dan aan de andere kant ook weer. Dus het overlapt dan net niet. Dat was even een gepuzzel vanmiddag hoor, toen ik dit aan het voorbereiden was. Dus het hartje en het bloemetje dicht tegen elkaar, maar niet over elkaar heen. En dan krijg je dus dit effect. Dan heb je dus in het, zeg maar, dat als een leuke achtergrond gestempeld. Als je daar dan nu zo'n Petal Pink achtergrondje achter zet, dan wordt het al gelijk een heel ander dingetje. Die plak ik gewoon vast. Met lijm. Even kijken. Heb ik nu. Ja, oh, hier is mijn Tombo. Ik heb altijd zo'n grotere fles naast me liggen. Hij heeft natuurlijk niet zo lang. Even kijken. Ja. Ik denk dat ik toch die grotere fles even moet pakken. Ik denk dat hij even te lang dicht heeft gelegen. Dus pak even mijn andere lijm erbij. Zo. En dan plak ik dit
zo op een petal pink matje. En dat petal pink matje is een halve centimeter groter. Dus dat is 8 centimeter bij 6,5 centimeter. Nou, wat had ik, dit was dus zeg maar mijn begin. En toen dacht ik, ja, oké, goed. En nu dan? En toen ben ik dit gaan plakken, of tenminste gaan leggen op een normale basiskaart. En toen dacht ik, nee, weet je, dat is een beetje te groot. Dus ik heb een... notecard gepakt. Dat zijn de notecard en envelopes. En die komen in een pakje van 20. 20 kant-en-klare kaarten met 20 envelopjes. Super handig om bij de hand te hebben. En ik dacht, als ik dat nou eens gewoon zo doe. En ik moet er alleen even nog een ander linkje pakken. Deze denk ik. Ik pak er even een ander lintje bij. En dat lintje dat is misschien niet meer verkrijgbaar. Excuses daarvoor als je dit niet meer kunt vinden in de catalogus. Volgens mij is er helemaal geen petal pink kleur lint meer. Dus dan hou ik altijd nog wel dat in mijn la. Omdat ik dat graag nog wel wil gebruiken. Ik ga denk ik een beetje heen en weer zo meteen. Met mijn lint. We zullen meteen maar even kijken. Een beetje zo. In de petal pinkerig. Een beetje zo. Ik weet niet hoe die wordt hoor. Want ik heb hem dus als voorbeeld andersom gemaakt. En die ga ik straks ook nog even maken. Dan kan je een beetje het verschil zien. Dat is toch zo leuk. Nou. Deze. Dan zet ik even een streepje. Met. Mijn. Terrentape hier in het midden, zodat ik daar dat lintje overheen kan leggen. En dat haal ik eraf. Heb je in de gaten dat mijn licht het goed doet? Martin die heeft in mijn afwezigheid naar het licht gekeken en die heeft gevonden waar het aan lag. En volgens mij heeft hij het ei van Columbus gevonden. Want hij doet het. Moet natuurlijk niet zeggen. Mam, dat mag je niet jinxen, roepen de kinderen dan. Maar volgens mij lukt het aardig. Kijk, dan zit mijn lintje mooi heen en weer in het midden. En dan heb ik met de Stylish Shapes. Dat is echt een hele fijne stansset. Daar zitten 3 verschillende vormen in. Vierkante banners en cirkels. En ik heb volgens mij deze cirkel gepakt. Ja, deze cirkel gepakt. Want, en die heb ik uitgestanst alvast. Want er zit zo'n hele leuke cirkelstempel in. Eentje met XOXO en eentje met bloemetjes en blaadjes. Kijk, en als je die er nou oplegt, kijk, dan past die er precies op. Dus dat is mooi. Ik ga die stempelen in de kleur Petal Pink. En die heb ik hier. En dan maak ik een heel leuk rondje. Met die. In dit geval met de bloemetjes. En de blaadjes. Ik hoop dat ik een beetje. Het zit er niet helemaal boven. Dus ik hoop dat hij goed in het midden zit. Nou, het lijkt wel. En die gaat dan zo meteen hier bovenop. Kijk nou hoe leuk. Zo. En dat komt dan in zijn geheel straks op de kaart. Moet je kijken. En wat we dan nog doen. Er zitten echt ook van die uberschattige hartjes in deze stempelset. Kijk, 2. Een dicht hartje en een open hartje. Ik neem even een slok kop thee. Hele mooie hartjes dus. En ik ga zo'n hartje in het soft succulent, die groene, ga ik die stempelen op een restje wit. Zo. En dan ga ik dat hele kleine hartje uitknippen.
Daar laat ik een heel klein wit randje omheen. Even rustig de tijd nemen om het goed te knippen. Goed je papiertje draaien. Niet je pols, niet je hand. Gewoon even je papiertje draaien. Dat is het handigst. Zo. En dan. Appa. En dan pak je een kleine mini dimensional erbij. Die plak je er achterop. Zo. En dan haal je het schutblaadje eraf. Zo. En dan plak je die in het midden van de cirkel. Zo. Deze plak je dan met dimensionals die cirkel op het lintje. Ja. Schutblaadjes eraf. En die zet je dan zo over het lintje heen. Beetje in het midden, probeer je dat. En dan dit geheel zet je weer met dimensionals op de kaart. Ja, Carla, nou dat is dus wat ik probeer te laten zien. Wat jij schrijft, zo zie je dat je met die stempels heel veel andere leuke dingen kunt doen. Nou, dat is ook zo, weet je. Kijk, als je een met name voor mensen die nog niet zo heel veel stempels hebben of die het lastig vinden om te kiezen, zijn dit soort sets en kits of mensen die net beginnen of als je dit leuk vindt om te doen met je, met je kleinkinderen of met een moeder die mogelijk in een verzorgingstehuis zit. Dit zijn ook hele handige kits om altijd mee te nemen. En je kunt er gewoon samen heel veel leuke dingen mee maken. En dat is een beetje wat ik je probeer te laten zien. Dus dat je met zo'n kit ook nog dus andere dingen kunt doen. En eigenlijk niet zo heel veel extra spullen hoeft te hebben. Kijk, ik heb alleen maar twee andere kleurtjes inkt gepakt. En je ziet al dat je gewoon een heel ander iets krijgt. Nou, dan wil ik hier nog een leuk tekstje aan de binnenkant. En ik denk dat ik maar Hugs & Kisses doe, want dat kan je eigenlijk altijd gebruiken. En die tekst, die doe ik in het soft succulent. Want ik denk dat als ik hem in Petal Pink doe, dat hij dan een beetje te flauw is voor de binnenzijde. Dus ik doe hem in de soft succulent aan de binnenzijde. Kijk, en je kunt natuurlijk gewoon met heel veel andere kleuren dit ook nog doen. Hè? Ik heb nu gewoon de kleuren gepakt die ze in deze kit gebruikt hebben. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon, weet ik veel, andere kleuren, leuke kleurencombinatie gebruiken. Nou, zo zit je erop. En wat je hier dus aan de binnenkant nog kan doen, is gewoon zo'n leuk klein hartje ergens. Zo. Kijk nou toch, hoe schattig. Van die hartjes. Dat is toch helemaal leuk. Dan heb je toch een hartstikke leuke kaart. En natuurlijk hebben we ook nog een envelop erbij. En daar moeten we ook natuurlijk wat nog wat mee doen met die envelop. En daar doen we dan ook nog een dicht hartje en een open hartje op. Een dicht hartje, zo. En dan een open hartje. Het enige wat er nou nog ontbreekt, is dat je er nog wat bling aan kunt toevoegen. Nou vind ik de bling die hierbij zou kunnen passen, eigenlijk ook de champagne, hè, want dat zit dan in die Petal Pink. Dus wat ik kan doen, is ik kan die een paar van die Petal Pink rhinestones pakken en die bijvoorbeeld als hartje in de bloem zetten. Kijk. En dan doe je dat een beetje zo. En dan is het toch een superleuk kaartje. Een heel leuk kaartje geworden. En nu zei ik al van
ik ga hem ook nog even andersom maken. Want het is ook een heel snel kaartje wat je kunt maken. Dus ik ga hem ook nog even andersom maken. Dus de kleurencombinatie gedraaid. Daar gaan we. Dan moet ik even mijn stempels een beetje schoonmaken. En dan laat ik je nog even één keer zien hoe je dan met die driehoek gewoon goed kan stempelen. En dan zie je straks ook het resultaat dat je dan dus door een kleurverandering, eigenlijk door de kleuren om te draaien, je een heel ander effect krijgt. Nou, ik zet die even aan de kant. Ik heb die aan de kant. Dus ik ga weer beginnen met dat stukje wit van 7,5 bij 6 centimeter. 7,5 bij 6 centimeter. Ik heb dus mijn bloemetjes. Deze heb ik op een lang blok gezet, omdat ik het makkelijker vond om dan gewoon even goed zo te kunnen kijken. Ik ga hem ze nu, ik had het hier gestempeld in Soft Succulent. Ik ga het nu stempelen in de kleur Petal Pink. En ik zet ze dus zo dicht mogelijk tegen de rand aan van de rechthoek. En ik doe eerst de tegenoverliggende zijdes. Zo. En dan heb ik hier dus nog die gaten. En dan probeer ik het bloemetje en het hartje zo dicht mogelijk bij elkaar te zetten, maar niet te laten overlappen. Even rustig je tijd nemen om ze goed te plaatsen. Nou. En op die manier. En dan heb je dus de binnenkant al van het elementje wat zo meteen op de voorkant van de kaart komt. Nou, ik heb hier dan die groene. Die meet dus 6,5 bij 8 centimeter. En die twee plak je op elkaar. Nou, je ziet al dat het gelijk dat het een heel ander kleur is. Ik zie, Christine, dat je je niet zo lekker voelt. Wat vervelend. Ik hoop dat je snel opknapt. Volgens mij is de hele wereld ongeveer ziek. Martin was ook al aan het vreselijk aan het niezen en het snotteren en verkouwen. Ik heb bij mij is nog even gelukkig voorbij gegaan. Melinda is niet helemaal oké. Okay. Die loopt ook maar te snotteren en te proesten en te, nou ja, wat je allemaal doet. Ik pak nu weer de kaart. Die notecards en envelopes, die zijn echt super fijn. Echt zo'n pak van 20 stuks. Met envelopjes. Echt heel handig om die in voorraad te hebben. Ik pak ze heel vaak als ik snel even een kaartje moet maken. Kijk, en dan doen we die zo meteen daarop. Ook voor deze kaart heb ik ook weer zo'n rondje gestanst. Deze met de stylish shapes. Deze, de 1, 2, derde kleinste, zeg maar. Dus die heb ik hier. Pak mijn matje er weer bij. Nou, ik had hier die bloemetjes en die takjes. Dan zal ik op deze de kruisjes en de rondjes doen, oftewel de hugs en kisses. En die stempelen we dan in de kleur Soft Succulent in het midden van de cirkel. Omdat het fotopolymeer stempels zijn, die je redelijk goed kunt plaatsen, stempel ik vaak al op het gestanste deel. Als je rubberstempels hebt, is dat wat lastiger. Dus kun je beter eerst stempelen en dan pas stansen. Maar ik vind dit voor nu wel makkelijk. Die gaat er dan zo op. Het hartje. Dan neem ik het dichte hartje. Waar ben je? Hier. Het dichte hartje, die moet ik wel even schoonmaken. En die stempel ik dan ook weer op een stukje scrappapier in de kleur Petal Pink. Wat een leuke combinatie is het. Weet je wat ook hier een hele mooie kleur bij is? Dat is de de Smoky Slate. Die hele zachte grijs. Dat is echt ook een prachtige kleur om hiermee te combineren bij deze kleuren. Ook deze knip ik dan weer uit.
Ik zie een aantal namen voorbij komen die hopelijk post wat hebben ontvangen de afgelopen week van ons. Niet iedereen, want een deel komt bij Melinda vandaan en die is doordat ze zich niet zo lekker voelt nog niet helemaal in staat geweest om de post te verzenden. Want we doen dat natuurlijk wel samen. Verzenden. Dus ja, maar we hebben niet afgestemd. Ik had echt zoiets. Op een gegeven moment, mijn hals stond helemaal vol. Toen dacht ik van, het moet echt wel weg. Dus ik heb het verzonden. Melinda doet het denk ik volgende week. Als ze weer als ze zich weer wat beter voelt. Dus mocht je dingen voorbij zien komen en denkt van, hey, waarom heb ik het niet? En je denkt van, nou, de kans is misschien wat groot dat ik de post van Melinda ga krijgen. Dan weet je waarom dat is. Zo. En dan plakken we daar een dimensionaletje. Oh, die is net te groot, zie ik. Een dimensional achter. Achter dat kleine hartje. En dan plakken we die in het midden van die cirkel. En zo. Leuk, hè? Is toch schattig? Met die kleine. Moet je zien wat je met die stempeltjes alleen al kan doen. Ook daar moet natuurlijk zometeen een lintje achter. En dat is wel een heel nieuw. Of dat is een lintje uit de jaarcatalogus. Heel mooi. Het is de Soft Succulent. Hoe heet dat? Satijn Shimmer Ribbon. Oftewel satijn glimmend lint. Het is echt geweldig. Het is wel een lint wat je niet echt makkelijk als strik op een kaart doet. Hè? Want het is wel echt een enorme strik. Dit is wel een heel mooi lint voor verpakkingen. Maar je kunt dus ook stukjes lint gebruiken. Dus je hoeft natuurlijk niet altijd alles als stikje of knoopje te doen. Je kunt ook gewoon een stukje afknippen. Wat ik dus nu in dit geval doe. Zo. En die ga ik dan op mijn kaartje zetten. Dat doe ik ook met een beetje van dat term en tape. Dan blijft hij in ieder geval vastzitten. Dat doe ik in het midden. Zo. Even aanduwen. Schutblaadje eraf halen. Oh, ik zie al dat iemand iets ontvangen heeft. Heel fijn. Nou, dat versturen we graag. Kijk, en dan doe ik zo dat lintje erover. Nou, kijk, en dan wordt het al gelijk weer een heel ander iets. Het is een beetje te groot misschien. Ik kan straks nog altijd een klein stukje afknippen. Ik kan niet zeggen bijknippen. Dan word ik altijd op mijn vingers getikt. Het is natuurlijk dat je het moet afknippen en niet bij gaat knippen. Maar dat kunnen we straks nog wel even doen. Dit is mijn leuke elementje wat erop gaat. En die zet ik dan vast met ook met dimensionals. Die zijn. Waar zijn mijn kleintjes? Ik heb geen kleintjes meer. Ik moet even stukjes knippen. Nou, dat doen we dan maar even. Die randjes zijn heel goed bruikbaar, hè? Gewoon knippen. En niet weggooien. Op een gegeven moment zei iemand van ja, die gooi ik altijd weg. Nou, dat is natuurlijk zonde. Want er zit nog zoveel van dat foam. Wat je kunt gebruiken als dimensional. Dus dat moet je vooral niet doen. Ik haal even de schutblaadjes eraf. Zo. En dan plak ik die op mijn elementje wat op de voorkant gaat. Probeer het hartje in het midden te doen. Zo. En dan gaat die gezellig op de voorkant. Daar doe ik dan ook weer dimensionals achter. Grote. In dit geval. Stuk 4. Of 5. Een beetje misschien wel eentje in het midden. Zo. Dan haal ik ook daar de schutblaadjes weg. En je weet dat als je een commentaar levert, dat je om het commentaar schrijft, dat je meedenkt om een kaartje te ontvangen. Hè? Dat is altijd leuk om
Je kan zomaar de winnaar zijn. Dat bepaal ik niet. Dat betaalt het Rad van Fortuin. Ik heb op mijn telefoon een app. Daar vulde alle namen in van iedereen die commentaar heeft geleverd. En dan laat ik hem draaien. Nou, dan komt daar een naam uit. Zo. Kijk nou, hoe leuk. Een klein beetje, want anders past die denk ik niet in de envelop. Een klein beetje afknippen. Zo. En die ook een beetje nog eraf. Zo. Zo. Dat is beter. Dan past die beter in mijn envelopje. Dan gaan we er nog tekst in doen. Nou, doe ik ook weer die hugs en kisses. Want dat vind ik wel een leuke tekst. Want die is overal goed voor. Of iemand jarig is. Als je iemand gewoon even groetjes wil doen. Of als iemand het gewoon even nodig heeft. Ook deze doe ik dan weer in die soft succulent. In die groene kleur. Christine, ik heb jouw kerstkaartje nog niet ontvangen. Maar dat zegt natuurlijk niks. Dat kan natuurlijk altijd nog komen. Maar lief dat je aan me gedacht hebt. Kijk, hugs en kisses. En dan doe ik hier ook nog een klein hartje. En dat doen we dan in die petalpink. Zetten we die hieronder en doen we gewoon twee volle hartjes. 1, 2. Kijk, schattig toch? 2 volle hartjes. En dan hebben we ook nog een beetje bling nodig. Nou, ik heb natuurlijk net gezegd dat ik het heel leuk vind om, als ik petalpink gebruik, om dan die champagnekleur te gebruiken als bling. Maar als ik natuurlijk die champagnekleur hier in die hartjes zet, dan valt dat een beetje weg. Dus, wat doe ik? Ik pak de gewone rhinestones. Die had ik klaar liggen. Ik had ze klaar liggen hoor. Gewoon naast de champagne rhinestones. Echt, echt waar. Ik jok niet. Maar waar ze dan nu weer een eigen leven zijn gaan leiden. Oh ja, ik heb ze. Dus ik pak gewoon de normale rhinestones. En ik pak ook de Stampin' Blends. Die Stampin' Blends die zijn op alcoholbasis. En daarmee kun je, heel voorzichtig, de rhinestones kleuren. Ik doe dat bij voorkeur met de kwastkant. Alleen, hou er rekening mee dat als je dit doet, dat je kwastpuntje wel beschadigd kan raken. Dus doe het voorzichtig. Je kunt het ook met de schrijfpunt doen. Dan blijft hij wat harder. En dan moet je alleen heel voorzichtig kleuren. En dan kleurt ook wat minder makkelijk, vind ik persoonlijk. Maar misschien dat jij dat wel prettig vindt. Ik vind het namelijk fijn om met die kwastpunt te doen. Dan gaat hij er iets overheen. Maar dat moet je echt voorzichtig doen. Want als je dit heel hard doet, dan gaat je puntje echt gaat splijten en wordt niet meer zo mooi. Kijk, en dan hoop ik dat je kunt zien dat deze vier, want ik had natuurlijk al een beetje voorbereid. De buitenste vier, ik zal even dit eronder doen, kun je misschien beter zien. De buitenste vier, deze vier, die zijn nu groenig. Kun je dat zien? En de andere zijn nog steeds zilverkleurig. Nou, ik geloof dat het heel niet echt goed te zien is. Maar misschien als ik er zo meteen op de kaart aanbreng dat je het wel ziet. Kijk, en dan krijgt hij dus heel gezellig een leuk groen hartje. Die bloemetjes. Kijk nou, hoe leuk. En dan hebben we daar ook natuurlijk nog een envelop voor. En die geven we ook nog wat hartjes.
aan de buitenkant. En in dit geval doen we die maar in petal pink, want we hebben net ook petal pink gebruikt. Dan nog even op het op de matje leggen, zodat het wat makkelijker stempelt. En dan doe ik ook een open hartje. Een dicht hartje en een open hartje. Zo leuk, die twee verschillende hartjes. Zo. Nou. En dan zie je dus dat je alleen maar door een ander kleurverschilletje al een heel ander kaartje krijgt. Dit zijn dan de kaartjes geworden. En wat ik nou had bedacht. Ik had je laten zien dat er van deze leuke harten in zitten. Dat zijn ook stickers. Zo. En ja, daar heb je het van de groene heb je er 20. En van de petal pink heb je er 20. Ik heb de kleinere stylish shape gepakt. Deze. Dus dat is de tweede van binnen uit. En daarmee heb ik ze uitgestanst. En ik dacht, hoe leuk is het dan als ik dan straks die kaart verstuur zo. En dat ik dan dit als sluitzegel op de achterkant van de envelop doe. Is toch hartstikke leuk. Nou, dit zijn echt twee schattige kaartjes die je in no time maakt. En waar je bij, waarbij je een deel van de stempels gebruikt die in die Love Treats set zitten. Er zitten ook nog leuke teksten in. Nou had ik die net weer hier bij me liggen. Nu zei, ze liggen voor mijn neus. Er zitten natuurlijk ook nog leuke teksten in. Gewoon love, dat kan altijd. Die hugs en kisses kan altijd. Be My Valentine is een beetje lastig voor altijd. Maar is ook gewoon een leuke tekst voor 14 februari. Love is sweet, enjoy a treat. Nou, als je bent zoals ik, zie je ook bijvoorbeeld, kun je ook eventueel de schaar erin zetten. Love is sweet. En dat kan natuurlijk hetzelfde bij deze. Daar kun je ook thank you van maken. En dan hoeft daar niet onder te staan celebrating with us. Maar het zijn echt superleuke set. En je maakt dus 20 van die ontzettende schattige doosjes. En wat ik zei, met die doosje kun je natuurlijk ook nog allerlei leuke dingen doen. Christine vraagt wat het setje kost. Het geheel zonder verzendkosten kost €26, Christine. En dan heb je dus, wat ik zei, 20 van die doosjes. Alles om deze vier doosjes te maken. Ik zal ze nog even pakken. Deze vier doosjes en dan vijf van deze. Je houdt dan dus nog wat van die harte stickers over. En je houdt over de stempelset. En dat is natuurlijk deze. Die stempelset hou je over. Je houdt dat kleine basic gray stempelspotje over. En je houdt dat mooie D-blok over. Dus goed, je kan en dus al deze leuke stempels. Nou, ik dacht dat dit wel een heel leuk iets was om mee af te sluiten dit jaar. Misschien dat ik hem volgend jaar, laat ik hem afsluiten voor deze kerst. Misschien dat ik hem na de kerst nog een keer tevoorschijn haal en nog wat mogelijkheden laat zien. Want het is echt een hele leuke. Sorry Christine. Sorry, ik had het niet gezien. Carla, het kost €26. Christine, sorry. Het is fijn dat je dat maar even corrigeert. Ik had dat even niet gezien in de gauwigheid. Ik zit zo half met een half oog zo in mijn ooghoek mee te lezen. En excuses. Misschien dat ik me volgende week nog wel even tevoorschijn haal om nog wat ideetje met dit leuke doosje te laten zien. Want in principe ben ik er volgende week. Gewoon ook weer om 7:30
om jullie hopelijk te inspireren met nog meer leuke ideeën wat je kunt doen met alles materialen van Stampin' Up. Kijk je dit terug op... laat ik jullie eerst allemaal fijne kerstdagen. Voor degenen die kerst vieren, fijne kerstdagen wensen. En voor degenen die het niet vieren, fijne dagen. En dan hoop ik jullie volgende week donderdag te zien. Dan is het vlak voor Oud en Nieuw. Spannend, want we gaan weer een nieuw jaar in met allemaal nieuwe mogelijkheden. Hartstikke leuk. Is het zo dat je dit terugkijkt op YouTube? Dan is het natuurlijk heel fijn als je hieronder even een duimpje doet. En eventueel, als je dat nog niet hebt gedaan, je abonneert op ons kanaal. En klik op het belletje, want dan krijg je altijd een seintje wanneer we weer een nieuwe video hebben geplaatst. Rest mij jullie nog een hele fijne avond te wensen. Ik ga gaan naar mijn zoon toe, want die ga ik gewoon weer even lekker knuffelen. Dat mag nog tot dinsdagavond. Ja, heel fijn. Hele fijne dagen en tot volgende week.